Het webinar is deze keer anders dan andere keren, want ik ga jullie vragen stellen en met jullie in gesprek. Want het onderwerp is het uitwisselmodel voor areaalgegevens. En ja, ik dacht, ja, daar kun je wel een spreker over vragen en iedereen zal er wel een andere mening over hebben. Maar uiteindelijk is dit wel echt het probleem van ons als beheerder. En het liefst natuurlijk van ons als sector om gezamenlijk slimme dingen te doen. Dus ik zou zeggen, ga naar menti.com, gebruik de code 406288 4. menti.com, 406288 4. En dan kun je daar de eerste vraag beantwoorden. Wat is nou het belangrijkste doel met een uitwisselformaat voor areaalgegevens? Wij hebben natuurlijk het informatiemodel beheer openbare ruimte. Dus als je het over die gegevens hebt, dan staan die bij veel organisaties, tenminste bij de publieke, bij de overheden staan die nog in de areaalbeheerpakketten vaak, die gegevens. Het eerste doel kan dan zijn, je wil van een opdrachtnemer die bouw of onderhoud doet, nieuwe gegevens geleverd krijgen, maar je wil ze niet in dat pakket laten muteren en je hebt nog niet een rechtstreekse verbinding, dus dan wil je ze een dataset laten leveren. Een andere optie is natuurlijk dat je van pakket wil switchen en dus je gegevens wil meenemen. En als derde dat je aan een derde partij, bijvoorbeeld een andere overheid, jouw gegevens wil leveren, maar je niet rechtstreeks een verbinding hebt en dus wil je daar ook een datapakketje aan leveren. Zo zijn het wat gedachten die ik heb bij wat er nuttig is bij het uitwisselen van areaalgegevens. Kijk, de eerste antwoorden komen al binnen. Lekker bezig. Gegevenslevering door opdrachtnemer is nu door de meeste genoemd, maar we hebben nog maar 6 antwoorden van de 15. Dus ik wacht nog even of er nog meer bij komen. Eén ding kan ik vast verklappen. We hebben nog niet helemaal de conclusie bereikt. Dus dit is deels ook gewoon nog even het vooronderzoek van hey, hoe wordt er overal in de sector gedacht hierover? We werken ook nauw samen met Stichting Rionet voor het gemeentelijk woordenboek Stedelijk Water. En we willen natuurlijk eigenlijk eenzelfde oplossing of eenzelfde soort vraag stellen aan de markt. Dat we niet alle standaarden weer net op een andere manier doen. Dus nou, inmiddels hebben we 7 antwoorden binnen. Gegevenslevering door een opdrachtnemer staat met stip bovenaan. Dat is tegelijkertijd ook wel interessant. Want degene die daar nu echt mee bezig zijn, die 12 provincies in Amsterdam en Rotterdam in het BIM-Pro-programma bij ons, die hebben een soort tussenstap. Die zeggen niet lever mijn gegevens conform INBOR, maar die zeggen ik heb INBOR en andere modellen in een objecttype bibliotheek staan. En dat is waar ik beschrijf welke gegevens ik wil hebben. Dus dan heb je er een extra laag tussen. Dat betekent ook dat jij als opdrachtgever van jouw opdrachtnemers een vraag gaat stellen die misschien uitgebreider is dan INBOR. Ik vind dat ik jullie lang genoeg de tijd heb gegeven. Ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen hier een mening over heeft. Ik ben wel benieuwd, wie wil wat zeggen over wat is de anders die hier staat? Ja, die was voor mij, Elisabeth. Corné, je bent niet zo goed te verstaan. Kun je dichter bij je microfoon? Of? Ik kan heel die laptop oppakken. Beter? Kijk. Ja, beter. Oké. Okay. Nee, dat is in principe voor mij is het beide kanten op. Dus ik wil zowel kunnen uitleveren als kunnen ontvangen. Mm-hmm. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je allebei. Ja, ja en ik denk dat je het niet alleen moet hebben over een uitwisselformaat, maar ook over een mutatieprotocol achter iets. Dus van hoe gaan we dat dan doen? Ja. Klopt, ja, okay, een mutatieprotocol. Ja, dus vandaar even het anders, zeg maar. Het is meer dan alleen maar even een beetje data over de schutting heen gooien. Nou, dat is ook zo, ja. Ja. Dat hoort er maar bij. Oké, dat mutatieprotocol, dat is een goeie. Die heb ik nog niet scherp genoeg. Daar moeten we nog wat mee doen. Er zijn wel gemeentes die dat daarmee aan de gang gaan. Dus wat dat betreft is het wel interessant om dat te volgen. En dan zie je eigenlijk ook dat het, maar die leggen de focus veel meer op het uitwisselen van gegevens en niet zozeer op linked data toepassingen, et cetera. Maar die zitten veel meer op de GIS toepassing.
En nee, je ziet dat die twee werelden onafhankelijk van elkaar... Ja, ze hangen met elkaar samen, maar ze bewegen apart. Laat ik het zo zeggen. En die wil je uitproberen bij elkaar te krijgen. Oké. Harro, jij wou iets vragen? Ja, ik wou iets vragen aan Corné. Want hij zegt een mutatieprotocol. Maar is dat dan eigenlijk een soort uitwisselformat waarbij je ook gegevens kan terugleveren en daarbij aangeven wat er aangepast is? Ja, precies dat. Dus het is eigenlijk een soort uitbreiding op een uitwisselformaat? Ja, het zijn de afspraken die erbij horen. Hoe leg je in het uitwisselformaat vast wat daadwerkelijk de mutaties moeten zijn op je beheersysteem? Ja. Ja, goeie. Oké. Mooi. Gaan we even kijken. Ja. Ja, een uitwisselformaat. De datanerds die zeggen tegen mij, Elisabeth, dat is super ouderwets. We gaan toch de gegevens op één plek zetten en via services delen met anderen. De applicaties kunnen daar dan op inpluggen. Hoe zal uitwisselen? Dus mijn vraag aan jullie is, ja, dat is mooi, dat model. En over hoeveel jaar denken jullie dat we dat bereikt hebben? Of denken jullie eigenlijk dat we altijd ook nog wel een uitwisselformaat nodig zullen hebben? Niet zo'n makkelijke vraag. Jullie zijn er in menti.com als het goed is. Code 40626884. Ik ben benieuwd wat jullie ervan zeggen. De samenhangende objectregistraties, dat is eigenlijk de opvolger van de landelijke registraties zoals de BGT. Daar zijn ze al wel echt na aan denken over dat overheden daar hun data gaan delen en dat het ook met de rechtstreekse mutaties, zeg maar, dat daar via API's wordt uitgewisseld of wordt gedeeld. En dat het niet, daar is dus geen sprake meer van een uitwisselformaat. Dus die willen direct doorstappen naar het volgende level. Ik denk dat we dat met de overige areaalgegevens, dat we dat nog niet allemaal zo voor elkaar krijgen, maar misschien wel. Ik moet geloof ik op S drukken om het plaatje te verbergen. Ja, kijk, nou zie ik de 9 antwoorden. Oké, de meeste van jullie denken dat we de komende 0 tot 5 jaar nog wel nodig hebben, want jullie stemmen massaal op over 5 tot 10 jaar gaan we op zo'n manier onze gegevens uitwisselen. En wil iemand toelichten waarom je denkt dat we blijven uitwisselen en in welke situaties we dan blijven uitwisselen? Eenmaal andermaal. Ik kan natuurlijk niet zien wie die opmerking gemaakt heeft. Ik zou natuurlijk kunnen gaan raden. Oké. Er staat trouwens ook nog een vraag van Joris in de chat. Die vraagt of het hier gaat om common data environment of om uitwisseling via API's. Ja, dat is interessant. Kijk, een common data environment, dat is echt een begrip uit de ISO-norm voor BIM, hè, de ISO 19650. En dat gaat echt over samenwerken in projecten of samenwerken tijdens asset management. En dan ga je gezamenlijk een gedeelde omgeving gebruiken om je gegevens te delen. Maar ook daarin is de vraag, staan de gegevens dan in die gedeelde omgeving? Of staan die gegevens bij jou in je dataroom en maak je die toegankelijk voor die common data environment via de API's? Dus ik denk dat dat niet een principieel verschil is. De enige vraag is, kijk, zo'n common data environment kan ook ingericht zijn om echt gegevens op te leveren, bijvoorbeeld door een opdrachtnemer, en dan ook een validatieproces in te richten. En dat is dan eigenlijk meer een omgeving om in samen te werken dan om echt om gegevens te delen. Maar ook als je opdrachtnemer jouw gegevens levert, dan kan het natuurlijk zijn dat hij die rechtstreeks aanlevert via een API. Hoewel daar het wel logisch lijkt om het over datapakketjes te hebben, omdat je wel bij elkaar wil houden van dit is er gemuteerd, dit is geleverd door die opdrachtnemer. Ook als het een project is van 30 jaar lang onderhoud, waarin er misschien wel 10 keer een nieuwe gegevenslevering komt, ja, dan wil je natuurlijk wel weten wanneer heeft hij nou wat precies geleverd. Dus nou ja, dat is nog een uitgebreid en ingewikkelde vraag. Beantwoord ik je vraag zo goed, Joris?
Ja, ik begrijp wel waar je vandaan komt inderdaad. Ik zat zelf mee te denken aan misschien een basisregistratie areaalgegevens, waar we natuurlijk kunnen gaan werken. Dat gaat natuurlijk niet meer projectgericht een gezamenlijke, maar gewoon landelijk waar we van uit kunnen wisselen. Dat is natuurlijk, daarvan zou het altijd ook 5 tot 10 jaar zijn overigens natuurlijk. Dus, en ik denk voor common data environments misschien wat dichterbij ligt. Hangt vanaf hoe hoog je de lat ligt natuurlijk. En SharePoint is dat ook. Ja, precies. Ja. Maar goed, ook een common data environment kan zo ingericht zijn dat je allebei wel met API's ook bij de gegevens kan. Ja. Om in de CAD-pakketten en in andere pakketten ook er wat mee te doen. Hè? Ja, en dat is inderdaad een goede toevoeging die ik me niet gerealiseerd had. Ja, precies. En als je het hebt over die landelijke registraties, dan is er natuurlijk ook nog een stroming die zegt van ja, maar ik als provincie Zuid-Holland ben de eigenaar van die data. Ik host hem ook, mijn dataroom. Alleen, ik stel hem beschikbaar landelijk. Ja, dus dan zet je het niet landelijk ergens neer. Ik kan ook zeggen, het is inefficiënt als elke overheid dat gaat inrichten. Dus laten we met z'n allen onze gegevens bij het kadaster zetten. Hè? Dus dat is, volgens mij is die Dat is de BGT toch? Ja, die kogel is nog niet door de kerk. Volgens mij is dat nog niet besloten, maar misschien hebben jullie meer informatie dan ik. Nee, dat weet ik ook niet precies. Oké, nou. Genoeg over deze mooie toekomstbespiegelingen. Ik heb een open vraag voor jullie. Want we hebben het hier over de areaalgegevens van overheden. Moeten die eigenlijk altijd een open bestandsformaat gebruiken voor uitwisseling? Of zijn er redenen om hiervoor van af te wijken? Ja, dus open formaten als in dat het voor elke softwareleverancier, voor elke applicatie gebruikt kan worden. En dat je niet afhankelijk bent van één leverancier met zijn eigen formaat. Maar van het open formaat wat je als sector of internationaal afspreekt. Ja. Ik ben benieuwd wat jullie zeggen. Altijd open, zegt hier iemand. Mijn twee vaste gesprekspartners van Noord-Holland en Gelderland zijn er niet. Maar precies, hier zegt het iemand, hè? Gesloten formaten zijn soms oké. Okay, want ja, dat zijn de formaten die jij in jouw applicatie het makkelijkst kan inlezen. En die open formaten leidt wel vaak tot foutmeldingen en dingen. En wie zegt dan ja, nee? Dat is gewoon echt heel streng, hè? Altijd open. Precies. Ruud zegt even in de chat van altijd open formaten, beide. Ik denk zelf wel dat, volgens mij zou ik zelf altijd adviseren, vraag om een open formaat, maar vraag daarbij van joh, we weten dat er informatie soms verloren gaat, hè? Vooral als het bijvoorbeeld over CAD gaat, als je met IFC uitwisselt. Dan gaat er informatie verloren. Dus geef het alsjeblieft ook in dat andere formaat. Dan kunnen we daar misschien nog wat mee doen. Maar het open formaat is hetgene wat je over 5 of 10 jaar nog steeds ook gegarandeerd kan openen. Hey, wie heeft het over politiek gevoelige issues? Waarom is er een politieke reden om geen open formaten te gebruiken? Dat vind ik wel een interessante. Is er iemand die daar wat over wil zeggen? Ja, die heb ik ingestuurd, Elisabeth. Ik kijk breder dan alleen maar de asset-informatie. Dus in feite zou je als provincie alle informatie, open informatie moeten hebben. Maar er zullen ook issues zijn waarin je dat gewoon niet wil. Omdat daar vanuit politiek nog discussie over is. Noem maar op. En dan wil je dat dus niet. Dus in feite is het principe zou altijd open moeten zijn, tenzij je daar een hele goede reden voor hebt. Ja, ja. En Eidemir zegt in de chat van ja, daarom je het ook verplicht stellen om een open formaat te gebruiken. En daarna pas over de afwijking gaan praten, omdat dat je een goede reden moet hebben om... Er is ook iemand die zegt van ja, moet wel afwijken wanneer er bijvoorbeeld de open formaten niet toereikend zijn. En volgens mij is dat regelmatig wel zo. Hè? Hoewel ik geloof dat de open formaten voor bijvoorbeeld geometrie, voor GIS begint voor de geometrie in elk geval voldoende te zijn, heb ik zo de indruk. Maar misschien heb ik het verkeerd. En is het nog steeds makkelijker om de... Ja, nee, Corné, die schudt nee.
Dat je het niet verkeerd hebt. Er zijn ook gaten genoeg, Elisabeth. Ja, precies. Precies. Oké. Okay. Nou, volgende vraag voor jullie. Moet ik natuurlijk wel op het juiste pijltje drukken. Vinden jullie eigenlijk dat bijvoorbeeld Imbor en GWSW hetzelfde uitwisselformaat moeten gebruiken? Of maakt het niet uit als het maar open is? Van GWSW, die vraagt nu, die heeft het informatiemodel, OroX, dat is linked data. Die vraagt alle informatie uit in linked data, ook de geometrie. Hè? Dat zijn alleen maar lijnen en punten, geloof ik. Maar kijk, wie het eerste stemt, wie het eerst maalt, hè, die zegt nee, maakt niet uit als het maar open is. Ik weet zeker dat de softwareleveranciers het hier niet mee eens zijn. Want die moeten natuurlijk wel voor elk open formaat kijken van, hey, kan ik dat wel verwerken en hoe moet dat dan? Hoe moet ik dat dan openen? Hoe kan ik dat vertalen naar mijn eigen pakketten? Maar er zijn vast wel meer mensen die hier een mening over hebben. Oh, nog iemand die zegt als het maar open is? Hier zegt iemand anders, hoe meer hetzelfde formaat, hoe efficiënter. Nou, jullie blijven aardig stil. Het is best een moeilijke vraag ook, hè? Zo in het begin van dit... ik had hem eigenlijk nog een keer moeten stellen aan het eind. Dan hebben jullie er vast een mening over. Oké. Okay. Kijk, flexibel. Niet alle ontwikkelingen zijn even ver. CAD versus GIS of BIM of linked data is nogal een verschil, zegt iemand. Ja... Ja, dat is ook zo. Daarom had ik natuurlijk ook over... Ja, hier zegt iemand geen mening. Hè? Wat zijn de plus- of minpunten? Kijk, het pluspunt van hetzelfde vragen is dat het gewoon makkelijker te bouwen is voor softwareleveranciers. Want als je allebei gaat zeggen van nee, wij wisselen gewoon uit en alles gaat in linked data, ook de geometrie gaan vertalen naar linked data. Nou, dat is wel even moeilijk, zit iedereen peentjes te zweten, maar dan doen ze dat tenminste voor alle open standaarden en kan het op grote schaal gebruikt worden. Als wij voor Imbor nou zeggen, nee, we gebruiken voor GIS gebruiken wij een open GIS-formaat en dan moet je de andere gegevens over het object in linked data aanleveren. En dan heb je alweer twee smaken. Kijk, hier zegt, het moet niet uitmaken, we groeien toch naar elkaar toe. Dat is natuurlijk ook zo. We leren van elkaars fouten en we nemen elkaars goede ideeën weer over. Zijn we te ambitieus om nu al hetzelfde te doen? Wil iemand hier wat over zeggen? Wie heeft gezegd dat het flexibel moet zijn? Ja, daar ben ik schuldig aan... Ik ben bang voor. Ja, we kennen elkaar al langer, Elisabeth. Ja, leg eens even uit. Ik denk dat dit ook een indicatie is van hoe ver staan de verschillende ontwikkelingen van elkaar af. En dit is eigenlijk ook wat ik net al zei, het eerdere punt met die uitwisselprotocol of met die mutatieprotocollen. Je ziet dat nog vooral op GIS-toepassingen geënt is. En eigenlijk nog zelfs een stapje daarvoor. Dus dat er eigenlijk gewoon alleen maar mutatietabelletjes in Excel worden meegegeven. Ja. Nou, dat is volgens mij gewoon echt heel laagdrempelig. Ga je een stapje hoger, dan kom je naar GIS-uitwisseling. Ga je dan nog een stapje hoger, dan kom je op een gegeven moment op de linked data toepassingen. Ja, en dan is het ook maar net vanuit welke applicatie kom je daar. Kom je daar vanuit de CAD of vanuit een BIM-omgeving? Dat maakt ook nogal een verschilletje. Dus dat... Ja. Ik denk dat het is, en daarbij bedoel ik dus dat er verschillende manieren zijn om uit te wisselen. Verschillende uitwisselplatformen kunnen er bestaan. Wil niet zeggen dat je tussen de standaarden daar heel grote verschillen in moet hebben. Want dat is wel even een nuance die ik daarin aan wil geven. Ik zou met GWSW en Imbor samen. Er zijn meer volwassenheidsniveaus in de uitwisseling. En ik denk dat het dan niet uit moet maken of het dan om Imbor gegevens gaat of om GWSW gegevens. Onderaan de streep is het allemaal hetzelfde. Het zijn maar eigenschappen van objecten. Even heel plat gezegd. Oké, okay, ja. Ja, maar dat kan ik me ook wel in vinden. Gaan we door naar de volgende vraag voor jullie. Betekent die vorige vraag nou eigenlijk, Elisabeth, ook dat
dat je vanuit CRW simpele en meer ingewikkelde uitwisselformaten zou kunnen ontwikkelen. Hè? Als je een linked data uitwisselformaat ontwikkelt, dan zeg je nou, dat is misschien wel mooi, maar de meeste zullen daar pas over, wat zeiden jullie net, 5 tot 10 jaar aan toe. Dus we zouden voor een periode tussen nu en 5 jaar misschien wel een Excel-achtige of een andere simpelere uitwisselformaat kunnen. Ja, en eigenlijk vraag ik hier hetzelfde, maar dan voor de overheden. Moeten alle overheden dezelfde uitwisselformaten voorschrijven voor hun areaalgegevens? Hè? Alle provincies en Amsterdam en Rotterdam zijn nu bezig met INBOR om daar hun eigen objecttype bibliotheek van te maken. Of tenminste zijn ze erover aan nadenken. En dan gaat daarna natuurlijk direct de vraag komen van ja, we willen informatielevering en het contract vragen. En dan gaan we daar eisen aan stellen. Ja, en vragen we dan allemaal hetzelfde uitwisselformaat of gaan we allemaal voor iets anders? En ik denk wat Corné net zei, dat geldt hier ook. Hè? Er zijn verschillende ontwikkelingsniveaus. En de ene provincie of gemeente is ook verder dan de andere. En de ene opdrachtnemer is ook verder dan de andere. Kijk, hier zegt iemand eerst individueel en daarna steeds integraler. Oftewel, Elisabeth stelt toch niet van die absolute vragen. Dezelfde vraag, maar wel met verschillende ontwikkelingsniveaus. Dan zou je eigenlijk kunnen afspreken van dit zijn de 2 of 3 stappen die we zien. En we kiezen wat voor marktpartij hebben we aan boord. Als je een heel groot geïntegreerd project hebt, als je een miljoenenbouwproject hebt, dan durf je misschien ook eerder iets complex te vragen. Dan kan het ook eerder uit dan bij kleine projecten waar je misschien ook MKB-opdrachtnemers bij hebt. Maar goed, dan geef ik al invulling aan wat ik aan jullie vraag. Kijk, als streven maar ruimte voor transitie. Overheden hebben allemaal beleidsvrijheid. Dus ik denk dat het bij een streven zal blijven, sowieso. Meer smaken, meer meningen. Is er iemand van jullie die bij een overheid werkt die zegt van ja, maar wij gebruiken al die 2 niveaus. Wij gebruiken in complexere projecten ook al een ingewikkeldere... Wij stellen daar ook een ingewikkelder eis aan de opdrachtnemers. Nee, nog niet. Tenminste, nog niet dat iemand hier meteen op kan antwoorden. Ja, Elisabeth, ik kan daar misschien wel op reageren. Kijk, zeg het eens. Ik zal ook mijn camera aanzetten. Adem en check-in. Bovaris zit bij gemeente Amsterdam. Wij stellen inderdaad voor complexe en wat projecten die lange tijd doorlopen. Daar stellen wij inderdaad wat complexere eisen, wat ambitieuze eisen, dan voor kortdurende projecten. En daarmee bedoel ik eigenlijk voor tramprojecten, heet het bij Metro en Tram Amsterdam. Mm-hmm. Voor tramprojecten die echt kort duren, daar hebben we heel laagdrempelige eisenspecificaties. Omdat we ook vrij snel weer operationeel moeten, Dan kunnen we eigenlijk de ambitieuze eisen niet gebruiken. Maar voor projecten die 2-3 jaar duren, en dat zijn meestal metroprojecten, en daar gaan we inderdaad wel voor ambitieuze eisen. Oké. Okay. Dus ook omdat het zo kortlopend is, is het ook moeilijker om die complexe vraag te stellen? Ja, en dat heeft te maken vooral met cultuur. Hè? De organisatie die eigenlijk morgen direct op die informatie kan en moet terugvallen vanuit onderhoud of inspectie, die is eigenlijk nog niet zo ver om dat ook eigen te maken. Mondjesmaat groeit er natuurlijk wel naartoe. Hè, dat ook die mensen steeds meer met areaaldata te maken hebben, die op een andere manier ingewonnen en in de beheer- en onderhoudscircuit terechtkomen. Ja. Maar de vehicle die gaat bij tramprojecten, is de rondloop in de assetketen is vele malen sneller dan dat je voor het introduceren van nieuwe wensen en eisen is die niet handig. Dan bij langlopende projecten. Ja, snap ik. Ja. En ondervinden die kortlopende projecten dan ook problemen? Heb je uiteindelijk te weinig informatie voor die beheerorganisatie? Of wordt daar extra werk aan verricht? Nou, het is eigenlijk een beetje gemakzucht. Vanuit de bestaande organisatie wordt gezegd, ja, weet je, als ik morgen mee moet werken, ik heb geen zin in nieuwe veranderende omgevingen. Doe mij maar gewoon traditioneel. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben. En verandering mag, maar niet in mijn project. Mag bij de volgende project. Dat is een beetje de houding waar je vaak tegenaan loopt. Ik moet wel zeggen dat er steeds meer aan het veranderen is. Gelukkig wel.
Ja. Maar het is wel de praktijk waar je nog tegenaan moet vechten. Ja. Om ook daar veranderingen door te kunnen voeren. Ja, ah, ik kan het ook wel een beetje vergoelijken. Als ik denk aan dat je vroeger in DOS-boxen allemaal code moest typen om met een computer te werken. Hè, toen stapten mensen ook nog niet zo snel in slimme dingen doen met die computer die je misschien al lang kon doen. En nu je gewoon via mooie interfaces geholpen wordt om erin te werken. Nou, is het natuurlijk voor de brede massa toegankelijk. Dus het is ook het ontwikkelingsniveau van de techniek. Hè? Dus, ja, dat je weet het niet anders. Ja, dat. Oké, okay, dankjewel. Ja. Mooie bijdrage. Ja, even een tegenstelling voor jullie opgeworpen. Wat vind jij belangrijker? Er moet een onafhankelijke validatiemogelijkheid komen voor een inboard dataset, zodat de softwareleveranciers van bijvoorbeeld areaalbeheerpakketten een scheidsrechter hebben? Of nee, ik als overheid heb een eigen objecttype bibliotheek en de validatie vanuit inboard mag in elk geval niet verhinderen dat ik eigen toevoegingen doe. Inboard, ik kan wel heel eenvoudig vragen om geometrie en wat gegevens erbij, maar ik wil er ook documenten met metadata bij hebben. Kijk, de eerste zegt van, hé, Elisabeth, schijntegenstelling. Het spreekt elkaar niet tegen. Kijk, hier zegt iemand, nee, die overheid, dat is toch wel, daar moeten we wel rekening mee houden. We kunnen niet zeggen, we valideren op inboard en we wijzen het af als er informatie bij zit, bijvoorbeeld. Kijk. Oh, 6, 7. Kan iemand toelichten waarom die kiest voor de onafhankelijke validatiemogelijkheid voor een inboard dataset voor leveranciers? Je bent een kleine minderheid. Nou, kun je me horen? Ja, zeker. Mooi. Ik moet hem wel twee keer lezen, wat ermee bedoeld wordt en hoe ik hem kan interpreteren. Maar deze kan ik mij voorstellen dat je zegt, de onafhankelijke validatiemogelijkheid gebruik je om de minimale set aan data te kunnen controleren, valideren. Ja. Terwijl op het moment dat je telkens iets zegt over die aanvullingen, dat je die niet mag vinden, dat is meer data. Dus ik denk dat je in dit geval de blauwe uitkomst gebruikt om de minimale set te kunnen valideren. Mm-hmm. En het roze heel erg gaat over meer dan de minimale set. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. En dan is het inderdaad beide zijn mogelijk. Oh, kijk. Dan kom je daar toch op uit, hè? Dankjewel. Oké. Okay. Nou. Dan gaan we toch even heel concreet worden. In areaalgegevens zit, wat mij betreft, 3 potentiële dingen. En nummer 1 is de geometrie. Hebben jullie een voorkeur van hoe je geometrie wil uitwisselen? Vis? Denk je aan kat? Hangt het af van het objecttype? De eerste begint al meteen. Ik wil 3D uitwisselen. GeoPackage, een open GIS-formaat. Kijk. Ja, dit is eventjes heel technisch deze vraag. Maar ook wel goed om te doen. Kan natuurlijk voor- en nadelen van... Ondertussen ga ik mooi naar een vraag van Joris in de chat. Hè? En wat als ik wil afwijken van het inboormodel? Nou, een afwijking is eigenlijk een aanvulling. Hè? Dan gebruik je bepaalde... gegevens niet voor een inboorbeheerobject, maar je vult er wel eigen dingen aan toe. Of je gebruikt het object niet, maar je maakt een nieuw objecttype. Dus wat is een afwijking van inboren? Waar had je dan in gedachten, Joris? Ik denk dat je hebt goed beantwoord, want je zal de werking van inboor denk ik beter begrijpen dan op dit moment. Maar stel, ik wil mijn aanlegjaar in een ander formaat hebben bijvoorbeeld, dan zou ik dat niet willen valideren met de open inboard validator. En dat, maar dit komt dan misschien wel op die manier binnen, met hetzelfde naampje, met dezelfde klasses eraan, maar alleen iets ander dataformaat en wordt dan dus afgewezen door de open validator en komt dan misschien nooit bij mij aan, terwijl ik het wel wil hebben. Ja, precies. Dat is natuurlijk, dat ligt ook aan hoe je die validator inricht. Hè? Dat kan een
kan een check zijn waarbij jij gewoon een document erbij krijgt of het voldoet of niet. Of het kan het doorgeefluik zijn. Ik denk meer dat het dat eerste is hoor, de check. Maar als je om een scheidsrechter vraagt, dan is dat problematisch. Want dan opdrachtnemer en opdrachtgever zijn het overeengekomen dat ze het zo willen uitwisselen. Maar alles moet via die validator, want dat is de scheidsrechter. Dat heb je zo afgesproken misschien in de branche. En dan zou dus die rol een probleem zijn. Ja, klopt. Dus ik had het hier inderdaad ook uitwisseling tussen die areaalbeheerpakketten. En die willen graag inboor kunnen uitwisselen met elkaar. Ja. Maar het niet over aanvullingen, inderdaad. Terwijl dat andere doel, hè, dat met die opdrachtnemer gegevens uitwisselen. Dat is inderdaad, ja, daar zou je dan je specifieke eigen validator moeten hebben. Als je ook op je eigen eisen wilt toetsen. Maar als die van inboor open is, open source, dan kun je daar natuurlijk je eigen aanvullingen aan maken. Hoe we dat nu binnen het GWSW hebben gedaan, Elisabeth, is dat je eigenlijk met conformiteitsklassen kun je dus je eigen controleregels kun je programmeren. Ja. Vastleggen. En die kun je dan dus gewoon door een onafhankelijke tooling heen halen. Dus als je inderdaad tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aanvullende afspraken hebt gemaakt over het gebruik van zo'n standaard, kun je daar nog steeds dezelfde open tool voor gebruiken. Alleen je stopt er net even iets andere aanvullende controleregels in. Ik hoop dat het heel, heel essentieel is om te begrijpen. Dat je hebt een standaard die de basis omvat. En binnen die standaard maak je ook afspraken hoe je omgaat met aanvullingen. En dat is aan de ene zijde van hoe leg je dat vast in je informatiemodel. En aan de andere zijde hoe borg je dat in je controle. En als je dat voor elkaar hebt, ja, dan maakt het verder niet uit. En dan kun je met meerdere partijen kun je gewoon prima samenwerken met aanvullende afspraken. Mooi. Nou, interessant, ja. Ook jullie slimme ideeën moeten gebruiken als wij voor zo'n validator gaan. Maar daarom werken we ook nauw samen. Ik ga even terug naar de vraag over de geometrie. In het programma, BIM-pro-programma hebben wij een werkgroep die nadenkt over data-uitwisseling en dataverbindingen. En die hebben eigenlijk gezegd van 2D... En de hoogte erbij is voldoende. Hè? Wij wisselen uit in GIS. Eigenlijk nog niet zo... Ik geloof nog niet zo specifiek gekozen voor een open GIS-formaat. Maar ik denk dat als je zegt we gaan inboorgegevens uitwisselen en je gaat alle objecttypen door elkaar gooien, dan moet je als het ware lijnen, punten en vlakken kunnen combineren. En dan zal je wel op GeoPackage uitkomen, denk ik zo. Nou ja, het ligt er ook een beetje aan hoe onze samenwerking met GWSW natuurlijk dan verloopt. Maar hier zeggen ook 4 mensen van nee, ik wil een 3D-uitwisselformaat zoals IFC. En zegt nog iemand van nee, het hangt echt af van het objecttype. Het een in het ene en het andere in het andere. Die laatste vind ik heel interessant. Wie wil daar wat over zeggen? Het hangt af van het objecttype. Dit is Ruud van der Meer van de IB. Ja, het is niet mijn keus geweest, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, want ik twijfel er ook een klein beetje. Als ontwerptak, IB, de club die de contracten zeg maar in de markt zet, ook voor onze beheerorganisatie. Als bijvoorbeeld, nou ja, als je toch even plat gezegd, als je dan weer een boom gaat hebben, hè, als objecttype. Dan hoeft dat niet in 3D. Of dan hoeft dat niet. Dus het is een beetje. Hè, dan kunnen we gewoon kunnen we dat helemaal heel mooi visueel maken op een kaartje. En dan is het voldoende. Maar ja, wij werken niet alleen maar voor de openbare ruimte. Maar ook hebben ook vastgoed in onze. Niet in onze klantenkring, zeg maar. Maar wel nauw betrokken. Mm-hmm. Ja, en die wisselen alles uit in IFC-formaat. Ja, dan heb je ook een hele andere discussie, ja. Ja. Ik denk dat, denk je ook dat inboor, informatiemodel, beheer, openbare ruimte, dat gaat over openbare ruimte en infrastructuur. En denk je dat daar wel het GIS-formaat voldoende blijft voorlopig? Die objecten op de kaart? Ja. Ja, lastig. Ja. Voorlopig, ja. Ja, weet ik niet. Nou, ik neem dat nu even als voorlopige aanname. Ja.
En dan zou ik bijna zeggen, als je ook een IFC-model bij een object wil plaatsen, dat je dan dat eigenlijk als een document, hè, als een dataset, ja, aan een object koppelt. Hè, dat je ja, een uitbreiding voor gebruikt. Maar daar, ja, daar komen we zo meteen op. Ja. Nou, dat lijkt me wel een handige toevoeging, Elisabeth. En ik denk dat je met name dan in de objecten gaat kijken richting de kunstwerken, Karuut. Ja. Meer richting, ja, die bruggen en dergelijke, dat dat interessant wordt. Om, klopt, daar iets meer informatie van op te slaan. Ja. Goed, en IFC in de standaard infrahoek, zeg maar, staat nog echt in de kinderschoenen wat dat betreft. Dus dat verklaart volgens mij ook wel waarom dat het nog niet breed toegepast wordt. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Hey, maakt het dan uit in welk open formaat de geometrie uitgewisseld wordt? Als ik zeg 2D plus Z, hè, kaartgegevens, maakt het uit? Moet ik een keus maken? Ja. Hele moeilijke open vraag. Ik zelf ben zo langzamerhand geneigd om te zeggen van ja, het maakt wel uit. Gewoon om het eenvoudig te houden. Hè? Een keuze maken is ook gewoon handig voor softwareleveranciers. Kijk, hier zegt iemand het ook. En dan zei ik net al, hè, dan kies ik voor GeoPackage. Maar dat is nog een beetje in onderhandeling. Omdat we natuurlijk wel echt gaan samenwerken met GWSW en kijken of we ook iets kunnen uitkiezen wat voor ons gezamenlijk handig is. En daar is natuurlijk ook al, wordt de geometrie in Linkdata, hè, in RDF uitgewisseld. Ja. Nou ja. Kijk, hier zegt iemand, nee hoor, het maakt niet uit als het maar omgezet kan worden met bijvoorbeeld FME. Ik denk meteen dat ik weet wie dit zegt. Dat is vast onze spreker voor de volgende webinar. Die ik misschien al kan aankondigen. Marijn van den Berg van Sweco. Die gaat laten zien wat voor slimme dingen je allemaal kan doen met areaalgegevens. Als je daar analyses op gaat doen. En daar wat mooie voorbeelden van gaat laten zien aan ons. Dus het volgende webinar wordt echt weer heel interessant. Ja, wij kunnen superveel met even mee, maar ik kwam niet van mij. Oh, jammer. Oh, kijk, Peter zegt, die kwam van mij. Ja, nee, dat is ook zo. Hè? Kijk, alles valt om te zetten in alles. Soms heb je informatieverlies. Dus dan gaat het vooral om gemak, denk ik, met het omzetten. Dus ik denk wel dat we voor een keuze gaan voor het uitwisselen. Dat ga ik in elk geval adviseren om een keuze te maken. Zo ben ik dan ook weer. Hè? Ik ben ook wel brutaal genoeg. Geometrieën. We hadden het net al over een mutatieprotocol, maar ja, hoort daar dan metadata bij? Wie heeft het opgesteld? Of kun je zien wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige dataset? Of is dit een ding? Ik weet niet eens of dat al kan in die bestandsformaat, of dat je daar iets extra's voor moet ontwikkelen. Dat zou ik nog moeten uitvinden. Ik ben helemaal opgevoed met van ja, bij elk document zit metadata. Zeg het maar. Doet iemand dat al? Doet iemand daar wat mee? Het vraagt natuurlijk ook een beetje de vraag van bewaar je altijd alleen maar de actuele situatie of bewaar je ook historie? In je uitwisseling met je opdrachtnemer wil je misschien ook wel een versie weten. Je hebt misschien eentje afgekeurd. Gaat hij een betere versie inleveren? Dat soort dingen. Ja, iemand vraagt, is dat relevant? Hè? Ik kan me wel voorstellen dat je behoefte is, ook in archivering, van wie heeft deze kaart gemaakt, als het ware. Wie heeft deze geometrie opgesteld? Klopt dit? Zit er een fout in? Bij wie moeten we dan zijn? Wat is er dan gewijzigd ten opzichte van de vorige keer, als ik een levering heb van mijn opdrachtnemer? Kijk. Ah, kijk, de minimale manier van inwinning van geometrie. Hè, net zoals bij ProRail ook de verificatie en aantoonbaarheid.
eigenlijk absoluut een relatieve betrouwbaarheid, denk ik dan aan. Dat soort dingen, landmeetkundige slimmigheden. En natuurlijk ook, ja, wat zijn dan de meetpunten? Hoe heet dat? In welk meetnetwerk heb je het gehangen? Hoe heb je dat gemeten? Hoe nauwkeurig ben je dan? Dus dat snap ik wel, dat erbij moet. Als het tenminste om een meting gaat. Ja, Joni zegt in de chat, van de vraag is, bij alle informatie is metadata nodig. En hier zegt iemand ook van, maar maak het niet te gek, hè? De opdrachtgever zal een kleine, doch nuttige keuze moeten maken. Wil iemand daar wat over zeggen? Wat vraag je dat nu als opdrachtgever van je opdrachtnemers? Ja, ja, die was voor mij. Ik heb het wel eens over met onze beheer- en onderhoudsorganisatie. En die komen dan met een lijst waar je gewoon helemaal eng van wordt. En als je dan echt gaat zeggen van ja, wat vullen jullie dan zelf in? Want jullie moeten ook dingetjes gaan invullen in jullie beheersysteem. Ja, dan is dit en dit en dit en dit. Nou, dan blijft er nog maar 10% over. Omdat eigenlijk al een heel groot deel bekend is. Dat dus eigenlijk. Ja, precies. Ja. Zoals bij elke vorm van informatiemanagement moet je niet te gek maken. Ja. Ja. Ja, terecht. En wat het is, dat gaat te ver van deze, denk ik maar. Ja. Ja, en dan de datarepresentatie. Ook wel paspoort- en inspectiegegevens, of hoe zal ik het zeggen? Tabellen met informatie. In welk formaat willen jullie dat hebben? Of zien we hier dat ontwikkelingsniveau waar we het net over hadden? Kleine projecten, kleine opdrachtnemers, CSV. En dan met toenemende complexiteit. Voor XML moet je dan eigenlijk aan inboorzijde de hele tijd ook weer XSD's erbij maken. Dan moet je weer zeggen wat erin kan staan. Kijk. De eerste kist voor RDF. Formaat maakt niet uit. Kijk. Is iemand voor XML, hè? Dat is de status van nu, wat de markt nu gewoon makkelijk aan kan. Of CSV voor de kleine, voor de MKB-ondernemers. Nou, het gaat er ontspannen, jongens. Ik denk dat we bijna het advies moeten geven dat het een ontwikkelingsvraagstuk is en dat je het misschien wel alle drie moet kunnen. Of dat je voor degene die nog niet zo met RDF bekend zijn een manier moet aanbieden om het te transformeren. Hè? Want als je het hebt over een kleine opdrachtnemer, is het misschien ook een kleine hoeveelheid data en is het niet zo erg om daar wat handwerk aan te hebben. Om het in een tool te knippen en te plakken die er wel RDF van kan maken. Of is dat nou weer... Ja, ik denk dat als je kijkt waar de overheden naartoe willen. Hè, de overheden hebben natuurlijk al een tijd geleden bij het Forum voor Standaardisatie gekozen voor linked data. Dus daar wil je natuurlijk wel naartoe groeien. Yvonne zegt in de chat, ik zou het formaat laten afhangen van het project en de opdrachtnemer. Dus in het ene geval CSV, in het andere geval RDF. En dan moeten wij ons als COW afvragen van ja, wat zeggen wij dan richting bijvoorbeeld de leveranciers van areaalbeheerpakketten? Gaan we ervan uit dat die wel al in RDF zullen kunnen leveren? Of zit daar ook nog een ontwikkeling in dat we eerst om XML gaan vragen? Dat is dan eigenlijk de vraag die je zou stellen. Ja, GWSW loopt voorop en vraagt gewoon RDF, toch? Toch, Corné? Ja, dat is in principe, draait het wel op RDF, Elisabeth, maar... Ik denk dat je hier gewoon het onderscheid moet maken in ontwikkelniveau waarin je zit. En ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat jij met Inbor of met GWSW werkt, dat het in sommige gevallen gewoon heel prettig kan zijn om dat zo laagdrempelig mogelijk te doen. Ja. En dan is een CSV is wel heel erg laagdrempelig, maar het is wel voor iedereen te begrijpen en ook aan te passen. Ja. Ja, ik ben zelf ook geneigd om die stap
van XML niet ertussen te zetten en dan te gaan voor twee ontwikkelingsniveaus. Hè? CSV voor de echte instappers en RDF voor het vervolg. En niemand heeft gezegd van ik wil een specifieke serialisatie, maar dat lijkt me dan juist wel handig. Dus als je bijvoorbeeld kiest voor Turtle, dan weten de softwareleveranciers wat ze kunnen verwachten. Is misschien ook wat beter leesbaar voor een mens dan JSON, hoewel dit van horen zeggen is, hè? Want als ik die code zie, dan word ik helemaal gek. En dan roep ik er snel een techneut bij. Nee, ik moet niet liggen. Voor de contractdatasets van CROW heb ik ook wel eens validatie gedaan van die linkdatasets. Maar dan ben ik wel blij dat er foutmeldingen komen als ik daar een automatische validatie doe. Oh. Mooi dit. Wil iemand hier nog wat over kwijt? Kijk, ja, Joni, je zegt van hé, je kunt natuurlijk combinaties maken. Hè? Vanuit linkdata kun je altijd opslaan of converteren. Dus eigenlijk het teruggeven. Het teruggeven van gegevens in een leesbaar formaat. Als je als overheid bijvoorbeeld zegt van hé, ik werk zelf natuurlijk met linkdata en ik heb een dataroom, maar voor mijn MKB'ers lever ik het in CSV. Dat is natuurlijk heel makkelijk te regelen. En andersom moet je daar wel wat voor inrichten. Ja, klopt. Uiteindelijk. Ja, linkdata, zeg maar, om die technologie in volle productie te nemen, is volgens mij nog wel 4 of 5 jaar nodig. Maar dan moeten we... Een leuke toevoeging vanuit het gebruik van het GWSW, Elisabeth. Het draait allemaal op linkdata, maar het is nog steeds mogelijk om via de GWSW-server om daar een WFS, gewoon een featureslaagje te publiceren. En dan heb je uiteindelijk gewoon weer, ja, je platgeslagen geometrie met het Excel-tabelletje erachter. Ja. Dus op zich, het is wel prettig dat het kan. En je merkt eigenlijk soms ook dat de wet van de remmende voorsprong, op het moment dat jij alles met RDF wil gaan uitwisselen, dat het nog wel een flinke hobbel is om te nemen. Ja. Dus ik denk dat het zeker geen kwaad kan om beide te ontwikkelen. En daarbij heel goed af te vragen van in hoeverre is de markt met name aan de softwarekant al, om die RDF-implementatie goed te doen. Ja. En daarbij zullen ze altijd backward compatible moeten zijn. Dus je moet het wel uit kunnen leveren. En tegelijkertijd ook zou ook fijn zijn als je gewoon daar is Barry net ook al een paar keer over gesproken. Van kunnen we nu op basis van gewoon een GIS-levering, een geopackage of iets, kunnen we dat dan niet converteren naar een RDF omgeving? Ja, dat zou wel heel fijn zijn als dat gewoon kan. Ja, volgens mij werken onze vrienden bij het kadaster toch ook op die manier. Dat er nu nog twee stromen zijn. Ja. Ik heb allemaal hele moeilijke vragen gesteld in de Mentimeter. En de vraag is natuurlijk eigenlijk, moeten we in het uitwisselformaat van Inboor al rekening houden met documenten erbij? Moeten we gaan voor die kale geometrie plus die attributen die in Inboor staan? Of zit er altijd wel een foto of een ander document bij? Of het 3D-model van een object bijvoorbeeld, hè, waar we het net over hadden. Kijk. Deze hangt nog een beetje in het midden. Aan de ene kant zeg je van, hey, we beginnen sec met geometrie en een datarepresentatie. Maar aan de andere kant, ja, er zitten toch ook wel eens documenten bij. En bij documenten hoort metadata. En dan, kijk, deze instinker of deze strikvraag is natuurlijk van, ja, maar als je dat dan weer met een open standaard wil gaan regelen, dan komen jullie bij ICDD uit, hè, de opvolger van Coins. Waarbij ik de afkorting even niet meer helemaal weet, want ze hebben hem veranderd halverwege. Information Container for Data Drop? Nee, dat was het niet meer. Voor Document Delivery. Information Container for Document Delivery. Hè, dus dan ga je een linkdata pakketje maken waarin je zegt, hey, deze documenten horen erbij en dit document hoort bij dit object en dat document hoort bij dat object. Dus dan maak je het uitwisselmodel wel moeilijker mee. Dus volgens mij is dit next level. Dus in als je denkt aan een ontwikkelingsniveau, dan denk ik zelf, als je eenvoudig wil uitwisselen, dan zou je bijna, als je documenten wil leveren bij objecten, dan zou je per object
een geometrie moeten leveren, datarepresentatie en een document erbij. En dan kun je het gewoon in een zip stoppen. Maar als je meerdere objecten wil, met documenten, verschillende objecten, dan begin je complex te gaan doen. Dat... Mooi. Ik denk dat we omwille van de tijd ga ik jullie niet meer vragen waarom je de een of de andere mening hebt. En dat kunnen we zeker in het nagesprek nog doen als je blijft hangen. Dus eigenlijk de laatste vraag. Welke conclusie trek je? Wat moeten we doen? Een instapmodel en een complex model. Meteen naar het complexe model. Geometrie en data, maar nog geen documenten om het simpel te houden. Zeg het maar. Ja, ik zet jullie flink aan het werk. Hè? Het heette een webinar, maar het was meer een examen. Hè, waarbij jullie allemaal moeilijke vragen moesten beantwoorden. Waarbij je gelukkig kon spieken bij de antwoorden, omdat ik die ook al pratend al wel geef. Inzet op meerdere volwassenheidsniveaus, zegt hier iemand. En dat ik goed ben in moeilijke vragen stellen. Yes. Data, geometrie en documenten combineren. Dus in elk geval, iemand is ambitieus. Ja. Kijk, keep it simple, stupid. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is van wat er hier gebeurt. Niet meteen voor de moeilijkste techniek gaan, maar eerst proberen wat er gebeurt met uitwisselen. Eigenlijk wat er in Amsterdam gedaan wordt, hè. Heel simpel. Niet eens een open formaat, als ik het goed heb begrepen. Maar meteen beproeven wat er gebeurt als je kan uitwisselen. Nou. Is een conclusie misschien ook wat ik meekrijg, dat de standaardenbeheerders, waar CRW met Inbor en Rionet voor GWSW twee van zijn, en Ingeo, dat die eigenlijk ook een soort gezamenlijk traject moeten uitzetten van via welke vormen moeten die standaarden nu uitgewisseld gaan worden. Dus dat daar echt behoefte is aan een rode draad die voor alle standaarden uitgezet wordt. En dan moet dan bestaan uit een ideaal plaatje, maar ook aan en hoe kom je daar in stappen voor het eerste jaar of de eerste 5 jaar en waar staan we uiteindelijk over 10 jaar. Is dat ook een conclusie? Dat lijkt me hartstikke mooi. Ja. En Harro, jij bent natuurlijk de productmanager van Inbor. Denk jij dat de documenten bij die areaalgegevens zitten? Of ga jij voor geometrie en data? Nou, ik vraag me af van... is het erg als ze erbij zitten? Want als je ze niet meestuurt, dan stuur je ze niet mee. Maar uiteindelijk met een uitwisselformaat maak je het in ieder geval mogelijk om ze wel mee te sturen. Dat is het toch eigenlijk? Dus je doet er toch ook geen kwaad mee om het wel toe te voegen? Nou ja, oké. Okay. Ja, als je de documenten met metadata gaat toevoegen en je daar dan ICDD nodig hebt, dan is het misschien wel complexer. Hè? Zo zou je kunnen zeggen, dat is wel voor de complexere variant. Ja, maar je zou hem ook gewoon simpel kunnen platslaan, Elisabeth. Ik bedoel, een linkje naar een document is niet veel meer dan een extra attribuutje wat aan het object wordt toegekend. Nou ja, dat is ook wel weer waar. Naar je document management systeem en klaar ben je. Dan kun je in ieder geval doorklikken en bijvoorbeeld pak bij een rioolleiding, leg het linkje naar een rioolinspectie. Ja, dan is dat niet meer dan een hyperlink naar het inspectiebestand. Zo kun je op dat hoofdniveau kun je nu ook al beginnen met koppelen. En dat is geen. Kijk. Geen hele verre technologie, zeg maar. Dat is gewoon dat klinkt bijna als iets wat je zou moeten toevoegen in het informatiemodel van Inbor dan. Hoewel dat natuurlijk tegenwoordig netjes via een stuurgroep gelaten doen. Hè, Harro?
Ja, precies. Dat moet zeker gaan gebeuren. Ik heb toch zo'n soort filosofie van... maak uitwisselformaten niet zo dwingend van het moet er zo uitzien. Nee, zie het als iets faciliterend. En zo, misschien gebruik je maar... kan je en data en documenten en geometrie in principe uitwisselen met het uitwisselformaat. Maar gebruik je er maar één van de drie of twee van de drie. Dus dat principe van je hoeft het niet over de complete breedte te gebruiken. En het principe van als twee partijen informatie gaan uitwisselen en de ene is al verder dan de andere, de ene gebruikt RDF en de andere CSV, dan moet er altijd een platsla-methode zijn, dat je in ieder geval degene die het minst ver is en minst geavanceerd, dat je daarmee in ieder geval nog steeds kan uitwisselen. Ja. Dus dat soort principes zouden we eigenlijk moeten benoemen. En een gezamenlijk traject dus van dit is het ideaalplaatje en via deze tussenstappen zouden we daar naartoe willen groeien. Ja. Ja, nou dat is een mooie conclusie, Harro. Dankjewel. En ik moet nog een kleine correctie doen. Ik heb blijkbaar verkeerd begrepen dat Amsterdam nu eerst nog met shapefiles uitwisselt om de eerste projecten, om de OTL te testen. Dat is blijkbaar niet waar. Het zijn wel open standaarden en uitwisselformaten. Ronald... Ronald zegt het in de chat. Dus bij deze heb ik het gecorrigeerd. Ja, dankjewel. Ja, ik zou eigenlijk nog wel een laatste vraag hebben, Elisabeth. Want CROW, wij zitten natuurlijk hier middenin als een van de beheerders van Inbor. Maar wie vinden de mensen nou die hier in de chat zitten? Welke partij zou hier nou de lead in moeten hebben? Of wie zou er in ieder geval bij betrokken moeten worden? Maar eigenlijk ook de lead. Hè? Want het is toch een soort vraag om governance hieromheen. Naar welke partij kijken jullie eigenlijk het meest als het gaat over dit soort afspraken maken, over uitwisselformaten? Ik zou zeggen BIM-loket. Mm-hmm. Ja. Ja, dit voelt voor mij als een samenwerking tussen BIM-loket, CROW en Rionet, Harro. En vrij ook een rol hierin? Sorry, Harro, wat zei je? Heeft Imgeo hier ook een rol in dan? Ja. Ja, ja. Dat zou via BIM-loket moeten worden gecoördineerd, zou je verwachten. Ja. Ja, dus eigenlijk moet volgens mij gebeurt dat toch ook? Ja, nou als productmanager Coins moet ik binnenkort maar eens het gesprek aangaan met die drie organisaties om te kijken of we hier iets gezamenlijks op moeten gaan ontwikkelen. Dat lijkt me wel de juiste... Dan zet ik even mijn petje op vanuit de BIM-loket. Dus ik heb even twee petten op. Hey, omwille van de tijd... Ja. Hartstikke bedankt allemaal. Brendan, de opname mag uit. En dat was het voor deze keer.